Goedemorgen, het is vandaag 14 december, dinsdag. Ik zit ineens te twijfelen of het 15 is, maar het is in ieder geval dinsdag, dat weet ik zeker. Ik werd onwijs vroeg wakker, dat je echt denkt, ik was volgens mij 6:30 voor het eerst. Nou, toen ben ik nog even gaan slapen en toen werd ik om 7:45 weer wakker. Voor sommige mensen is dat helemaal niet vroeg, dat realiseer ik me, maar voor mij is het wel echt heel vroeg. En toen dacht ik, nou weet je, ik ben er ook echt wel klaar mee. Ik ga er gewoon lekker uit en ik ga gewoon mijn doellist beginnen. Ik had echt een lange doellist. En ik ben gewoon bijna klaar. Het is zo lekker. Ik had de vlog ook gewoon nog niet gestart, want de camera lag nog op de slaapkamer. En ik heb echt zo onwijs veel gedaan. Ik ben zo productief geweest. Eerlijk, ik zou bijna morgen mijn wekker weer zo vroeg zetten. Zit er waarschijnlijk niet in. Maar nou ja, ik had... Maar wel aangekleed, maar verder niet echt klaargemaakt. Dus ik ben nu eventjes mijn make-up aan het doen. Ik moest lachen. Want ik had dus in de vlog van vandaag, de 10 Ravel, moest ik nog een update over geven. En nou, die heb ik uiteindelijk, ik heb het zelfs nog een keer gedaan. En dat heb ik helemaal niet, nou ik zag weer niks hoor, daar niet van. Maar ik begon weer aan mezelf te twijfelen toen ik Manon Tilstra zag, waar het wel werkte. Dat ik dacht, ben ik nou gek? Maar ja, die update, daar had ik dus mijn wenkbrauw al. En ik dacht, ik ga er niks over zeggen. Misschien valt het wel gewoon niet op. Super dom natuurlijk. En er is echt best wel wat reacties van mensen. Oh, die wenkbrauwen zijn echt too much. Of ik vind het natuurlijker mooier. Dat ik denk, ja, jullie weten helemaal niet wat er allemaal gebeurd is. Hè? Dat gaan jullie dit weekend pas uitvinden. Maar ja, je hebt gelijk hoor. Ik vind het natuurlijker ook mooier. Maar nu we het erover hebben. Hier. Ze zijn dus nu, ze jeuken al een beetje, want ze zijn echt aan het herstellen. Maar ik vind het best wel lastig, want bijvoorbeeld hier zit een plukje wat los zit. Nou ja, mag er eigenlijk gewoon ook niet aankomen, dus nou ja, dat doe je automatisch wel. Maar hier zit dan nog een wondje en dan zit daartussen een gat. En aan de andere kant zie je eigenlijk helemaal niks volgens mij. Even scherp stellen, ja. Nee. Dus ja... Dan denk ik, hoe gaat dat goed komen met het gat ertussen? Want zelfs zo'n afstandje vind ik dat je het ziet. Maar misschien is dat wel gewoon een wondje wat straks wegtrekt. En is dit dus het einde van mijn wenkbrauw. Maar ik wil denk ik te snel, want het is nu 6 dagen geleden. Maar eigenlijk voel ik er helemaal niks van. Nul nada noppes. Behalve dat het dus een beetje jeukt. Maar ik weet dat ik eraf moet blijven. En gelukkig ben ik jeuk aan de huid wel gewend. Dus dat gaat best wel goed. En dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Behalve dat ik vind dat het wel iets sneller, iets lichter zou mogen worden. Maar dat heb ik zelf niet in de hand. En ik weet gewoon dat dit niet het eindresultaat is. Dus daar hou ik me aan vast. Ik heb trouwens dit schattige jurkje aan met het vest erover. Het geeft echt zo'n leuk plooi effect. Ik kan het niet zo goed zien, hè? Zo dan. Zie je dat? Hij gaat echt zo schattig zo van à la dansrokje zitten. Eigenlijk moet ik de hele dag dit doen. Maar ik voel het zelf echt super schattig. Oké. Doellist is helemaal af, officieel. Hij zit hier gewoon met een lamp aan. Hij zit. What? Are you hungry? Ja. Yeah. I am. You're not hungry? Ik ben de kerstboom aan het aanzetten, dit ziet er zo uit. Do you eat anything? I eat yogurt this morning, yeah. You don't want anything? I'm gonna bake bread. Broodjes. Yeah, bake some. Bruin brood. No, just put the other one. Which other one? The one we bought the... Oh, oké. Ja, is goed. Hij wil gewoon deze. Het is ook geen wit brood trouwens. Het is volgens mij meer granen. Maar ik heb hier nog een bakbolletje. En die ga ik lekker doen. Oh. Nee. Oeh, dat ging nog net goed. Ik zie dat de noedels de koeling nooit hebben gehaald. Oh, it didn't make it to the cooler. Nee. Another problem. Ja. Yeah. A problem called Rodrigo Silva. Hey, don't put that on the internet. It's my butt. I didn't put it on your butt. Ik heb mijn kaas erin gedaan terwijl die in de oven zat. Dus nu is het lekker gesmolten kaas. Gesmolten kaas, Steiger. Jij ruikt het, hè? Niet voor jou. En ik heb een glaasje ijskouden Rivella. Het is tijd. Capsalon Plantum is geopend. Niet alles is nog te redden, zoals u ziet. Maar... Oh, dit is ook echt erg. Ja, dit gaan we ook echt niet meer doen.
Maar deze bijvoorbeeld heeft alleen even een lekker knipbeurtje nodig. En verder is die helemaal goed. En mijn fantastische bananenboom moet eigenlijk een wat groter potje. Anders dan houden we de groei een beetje tegen. En ja, zo hebben ze allemaal wel eventjes hun opfrisbeurtje. We beginnen even met dit kleine schatje wat nog niet zo lang bij mij woont en het duidelijk al wel moeilijk ervaart. Oké, ik heb hem gevonden en ik dacht eigenlijk dat hij te weinig water had gehad. Hij voelt heel droog aan. Maar ja, hij is nog niet dood. Ik kan hem denk ik nog redden. Dus we gaan even dit kleine schattige potje schoonmaken en dan gaat hij daarin. Dat is denk ik beter dan deze, want deze is net iets te klein, gok ik. Oké, jongens, ik heb hem lekker ongepot water gegeven. Let's hope dat hij weer een beetje opkalefatert. Deze en deze zijn eigenlijk twee schatjes die altijd goed gaan. En die heb ik dus alleen eventjes een beetje ja, bijgeknipt, zullen we het maar zeggen. Dit is er eentje die ik ook heb bijgeknipt, maar dit is wel een... Ja, hier heb ik, loop ik altijd wel mee te struggelen, moet ik eerlijk zeggen. Kan nog een hoop leren als plantenmoeder, dat weet ik. Maar, oh, hier zit er nog eentje, die ga ik nog even afknippen. Maar ja, ja, hij was ooit voller en mooier, maar we geven hem nog steeds een kans. Ik geef niet op. Ik geloof in mezelf. Dan de volgende drie. Die staan er helaas iets minder goed bij. Deze zit zeg maar helemaal los in zijn pot. En volgens mij, als ik het goed bekijk, is deze afgestorven. Dus ik ga even proberen met handschoentjes aan of ik die los kan halen. En hem dan opnieuw met grond soort van kan poten. Deze waren we dus al wel tot de conclusie gekomen dat hij te koud is geweest. Ah, die is volgens mij gewoon echt niet meer te redden. Dus daar gaan we afscheid van nemen. En hier hebben we er nog zo eentje. Ik heb echt geprobeerd en ik heb echt gegoogeld. Wat kan ik het best doen? En ik dacht ook wel, misschien is deze gewoon nu in de winterslaap. Noem ik het maar even. En komt die volgend jaar weer op. Er zit nog wel één groen ding tussen. Dus ik ga hem in ieder geval uit de pot halen. En ik denk op het balkon zetten. Ja, dat is buiten. Dat is ook veel te koud. Omdat hij nog wel groen heeft, vind ik het zo wat om hem wel op te geven, weet je wel. Maar dit... Oei, oei, wat een ellende. Wat een ellende. De bananenplant staat nu in deze. Ik vind dit echt een hele leuke pot. En de cactus in deze. En ik hoop dat hij het nu een beetje gaat overleven. Maar het ziet er in ieder geval beter uit. Dan hebben we nog twee plantjes. Deze die staat in een kaarsenhoudertje. Maar kan gewoon. Maar die moet dan wel een beetje grond hebben. Alleen ik dacht ik heb ook nog dit potje. En dat is eigenlijk veel leuker. Dus ik denk dat ik die daarin ga verplaatsen. En heeft hij gelijk ook wat meer ruimte. En dan hebben we nog de pannenkoekenplant die nog een huisje wil. En ik denk dat het deze wordt, want ik vind dit kommetje echt
fantastisch. En dit is mijn zielige vriend. Die ga ik denk ik iets meer grond geven nog. En ja, misschien dat ik die stokjes even afknip. Want het ziet er wel een beetje stom uit. Trappy heeft een hydrokorrel gevonden en die is helemaal happy. Dat snap je. Kijk nou wat een leuk is. En mijn pannenkoekenplant is zijn eigen pannenkoekenplant aan het groeien. Hoe cool is dat? Volgens mij kun je die dan op termijn een keer loshalen. En dan heb je er zeg maar gewoon twee. Maar ik laat hem eerst even bekomen van wat er vandaag gebeurd is. Ik word er wel heel blij van. Ik vind deze pot dus eigenlijk heel lelijk. Maar ik denk dat ik er iets op bedacht heb. Ik denk dat ik hem gewoon keihard ga verven. Heb ik nog iets leuks te doen ook. Dit is ook echt cute. Ja, ik hoor hier. Dit zijn gewoon eigenlijk mijn favoriete potjes. Goeie nieuws is, alles is weer opgeruimd en schoon. Het slechte nieuws is, ik kwam deze nog tegen. Dus die ga ik nog even schoonmaken. Vandaar de waterkoker. En ik heb natuurlijk hartstikke veel lege potjes nou. Omdat ik zo slecht ben in planten verzorgen. Maar ik wil wel nieuwe. Ik ga het gewoon blijven proberen. Ik bedoel, mijn katten gaat ook goed. Dan moet ik planten er ook kunnen. Planten zijn gewoon moeilijker dan katten. Ja. Nou ja, dus... Binnenkort Beertje Bakker. Oh ja, intratuin is natuurlijk dicht. Potverdikkie. Kan gewoon niet. Nou ja, dan ruim ik ze maar op. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Oké, plannencampagne. Ik dacht, ik ga een patroon maken met plakband hierop. En dan ga ik hem zwart verven met de verf die ik heb. En een acrylverf, maar dat maakt me geen reet uit. Ik ga het gewoon proberen. En ja, weet je, ik vind het zo'n lelijk kleurtje. En hij past nergens bij. Hallo? Vriend, gaat goed? Helemaal loesoe in het hoofd. Ja, maar ja, ik denk dat het leuk gaat worden. Ik heb wel echt iets in mijn hoofd. En dan is het nu een kwestie van drogen. En dan ga ik straks het plastic eraf halen. En ik heb zeg maar de bovenste rand heb ik plakband omheen gedaan en de onderste ook. En dan heb ik drie hoeken gemaakt, maar je ziet het nu echt niet. Maar ik hoop dat die een beetje snel droogt. En dan gaan we het straks bekijken. Kijk eens wat een plantenparadijs het hier is. Het enige slechte nieuws is dat ik gewoon 0,0 kaarsen heb. En met 0,0 doe ik echt 0,0. Ja, dus, maar de Jumbo is natuurlijk gewoon open, dus die kan ik van de week nog wel even halen. Dit is echt mijn favorietje. Zo leuk. Ik word echt happy van. Deze, zullen we even kijken. Ik denk dat het nu een half uurtje later is of zo. Maar, oh nee, hij glinstert nog wel hier en daar. Ja, nee, die is nog niet droog. Leuk ook, die bananenschil. How was your banana? Delicious, hè? Hij wist al gewoon wat ik ging zeggen. Ik heb lekker een vegetarische hamburger met zo'n groentjes. Is dit mijn invention? Ja. It's spannend. Oh, daaronder zitten aardappels. En wat ga jij eten dan? I will eat the chicken, but I'm not hungry. Why are you not hungry? What have you been eating? You know what I've been eating. Stroopwafels. Oh, Linda. De kleine poes, de kleine poes. Hij likt boter, hij likt boter. Oh, dit is zo lekker. Can I? No, but maybe a fork. Want met een mes eten is ook zo wat. Lekker, lekker.
Ik denk dat het kan. Gewoon, want alleen het midden is nog niet helemaal droog. Oké, niet zo. Ik vrees dat het niet de goede verf is, want ik trek dus heel veel verf mee. Soms gaat het goed, zoals in dit geval. Maar soms ook niet. Oké, hij is niet helemaal perfect. En ik had eigenlijk in mijn hoofd dat de witte strepen dunner zouden zijn. Maar ik vind hem wel heel leuk. En wat deze, kijk, hier is echt een hap uit. En er is er eentje, kijk, deze. Die mist een hele punt. Maar hij is handwerk, hè? En ik zet hem gewoon zo neer en dan lijkt hij bijna perfect. Ik vind hem in ieder geval 100 keer leuker dan hij was. Vind jij hem leuk? Heel schattig. Ja, toch? It's handwerk. It's, how do I say that? Amateur. Oh, oké, laat mij. Jullie begrijpen natuurlijk dat hier het dart aan staat. Ja, de grote lamp staat aan, omdat we dus echt anders te weinig licht hebben. Maar ik wilde nog even inzoomen naar deze parel. Wat een beauty. Als die plant nou nog een beetje zijn best doet om weer helemaal rise and shining te worden. Hey, daar gaan we weer. De eerste avond darten zit erop. Ik heb genoten. We hebben genoten van onze nieuwe lieveling Portella. 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 Zoiets. Braziliaan en een prachtig, prachtig verhaal. Ja, toen hij won, toen barstte hij in tranen uit. En wij zeiden echt alle twee, nou man, het lijkt wel alsof hij denkt dat hij het WK heeft gewonnen. Zo overstuur, wil ik bijna zeggen, was hij. Maar toen achteraf kwam dus het verhaal naar buiten dat hij heeft 4 of 5 keer al eerder meegedaan. En hij zei, dit was mijn laatste kans. Ik ben 8 jaar geleden hier naartoe, is hij naar Londen verhuisd. Hij zegt, iedereen lachte me uit en iedereen zei, het komt toch nooit goed. En ja, ik dacht, als ik het nu niet doorga, dan geef ik op. En nu ging die door. En het was zo'n mooi verhaal, echt. Dus ja, toen moesten we alle twee echt bijna met hem meejanken. Zo schattig. Dus ja, nu willen we dat hij wint, uiteraard. Ja, zo gaat dat. Peter Wright zag er weer vreselijk uit. Ja, ik vind het wel grappig. Ik kan het ook echt wel hebben. Maar hij kreeg best wel veel commentaar van de mensen aan tafel. Dat zeiden, ja, dart is een serieuze sport en laat dat dan ook zien. Maar ik denk, nou, hij heeft notabene het WK gewonnen. Ik bedoel, als iemand serieus is, is hij het wel. Hij is gewoon supergoed. En ik denk dat hij heel veel mensen juist inspireert om te gaan kijken. Omdat ze toch denken, what the fuck, wat is er met die man, weet je wel? Dus ja, ik vind het alleen maar cool. Ik bedoel, ik vind het niet zo leuk dat hij uitspraken doet als, ik ben niet boven vergeren. Want dan denk ik, we pakken je. We pakken je. Maar ik kan er wel om lachen. En hij moet gewoon lekker doen wat hij niet laten kan, toch? Ja. Oké, ik ga douchen. Dan heb ik helaas nog wel een stapel dekens waar nog lakens omheen moeten. Als die er eenmaal omheen zitten, dan ga ik wel heel erg lekker tukken. Bed opmaken met deze dagen duurt dan nog 3 keer zo lang, hè? Ja, moet uitgebreid gespeeld worden en gecheckt. Aangevallen. Goed ge-Nederlands, het is bedtijd. Ja, mag ik nu? Thanks. Thanks, poes. Oh my goodness. Kijk dit nou. Oh, ik had bijna mijn vingers eraf. Come look at this. Ik lig op bed met een veel te drukke puppy. Wat ben je aan het doen? Wat? You know you have to wake up tomorrow at 8? No, I have to be at 10 soon. 8:30. Go sleep then. No. Sleep. 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 Ja, good. Deze gaat wel gewoon proberen. Zit je me nou gewoon te bijten? Ontbijten, jou. Ontbijten. Ja, met mij ontbijten, ja. Morgenochtend, om 8 uur. Wink, wink. Hoe wil jij je eitje? Gebakken of bevrucht? Gebakken. Jammer. Oké, ik ga lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Applausje voor jezelf.